Inwoners van de gemeente Stijn kunnen van 29 juli tot en met 1 augustus geen paspoort of ID-kaart aanvragen. Reden hiervoor is de invoering van een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart waarvoor het landelijke computersysteem voor reisdocumenten moet worden geüpdate. Het is daardoor in heel het land tijdelijk onmogelijk om identiteitsbewijzen aan te schaffen. Hetzelfde geldt voor spoedaanvragen. Het nieuwe model wordt op 2 augustus geïntroduceerd en bevat onder meer een blauwe EU-vlag met daarin de letters NL en 2 vingerafdrukken van de kaarthouder die worden opgeslagen in de chip. Daarnaast wordt het burgerservice-nummer opgenomen in een QR-code. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Zondag 11 juli organiseert de Dergelander Muzikanten een buitenconcert in het Maaslandcentrum te Elslo. De aanvang is 3 uur in de middag en de entree is gratis. Trouwens, ook Fanfare de Maaskalm houdt een gratis buitenconcert in datzelfde Maaslandcentrum. En wel op zondag 18 juli, met andere woorden de week erna. Ook om 3 uur 's middags. De gemeente Stijn laat nieuwe metingen uitvoeren bij de asfaltcentrale Asfalt Nu. Omwonenden hebben afgelopen maand een handhavingsverzoek ingediend bij de regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Uit onderzoek is nu gebleken dat er sprake is van overschrijding van het uitstoten van benzeen. Inwoners van Stijn klagen al langer over de stankoverlast van de asfaltcentrale. Er zijn daarom al eerder gesprekken gevoerd met het bedrijf, waarna Asfalt Nu, voorheen Asfaltcentrale Limburg, een herstelplan indiende en maatregelen nam om de uitstoot te verminderen. Helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat. Integendeel, het aantal meldingen vanuit de omgeving is alleen maar toegenomen, schrijft de gemeente Stijn in dezelfde brief. Ondanks dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, erkent Stijn dat extreme geurhinder het woongenot aantast en tot stress kan leiden. Daarom wordt bekeken hoe deze geuroverlast kan worden teruggedrongen. Dit jaar opent de botanische tuin van IVN Elslo vanaf zondag 4 juli de poorten en is vervolgens elke zondagmiddag open tot en met de laatste zondag in september. En die middag, dat is dan pak een beet van 2 uur tot 5 uur in de middag dus. Ook is de tuin open op de woensdagen, dan is het van 10 tot 12 wanneer de vrijwilligers er aan het werk zijn. Iedereen is in ieder geval van harte welkom en de entree die is gratis. De komende maanden worden 2 sportcomplexen gerenoveerd. Dit betreft de velden bij sportcomplex Het Hetje in Nieuwdorp en bij sportcomplex Mergelakker in Katsel. Met een duurzame renovatie van beide sportparken wordt niet alleen tegemoetgekomen aan de wensen van de verenigingen, maar deze ligt ook in lijn met het lokaal sportakkoord. Met deze impuls voor de sportcomplexen is een investering van 1,2 miljoen euro gemoeid. De verwachting is dat komend najaar al gebruik gemaakt kan worden van de velden. Bij Het Hetje worden de 2 natuurgrasvelden gerenoveerd en voorzien van een LED, oftewel LED-verlichting. En vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt het sportpark voorzien van een waterberging. En in Katsop wordt 1 kunstgrasveld gerenoveerd, wordt 1 kunstgrasveld omgebouwd naar een natuurgrasveld en wordt er een extra natuurgrasveld aangelegd. Ook hier worden de nieuwe velden voorzien van moderne drainagesystemen, automatische berekening en nieuwe lichtmasten met LED-veldverlichting.